204 meter, hè? Schieten we hem gewoon even one shot af. Welkom kijkers van nieuwe Fortnite video. Vandaag speel ik een potje solo en ik land hier in Fatal Fields voor hopelijk een lekker potje solo, laten we het hopen. En uiteindelijk natuurlijk gewoon de winst te pakken, dat zou het allermooiste zijn. Er zijn best wel wat mensen, holy pamperonis, ik schrik er gewoon van. Normaal is het nooit zo heel gek druk bij Fatal, maar nu wel. Dus dat is dan wel even geinig om te zien. En er zijn ook zoveel mensen in dit huis. Kijk, ik moet dit wapen, ik moet even halen. Oh ja, dankjewel. Zit er hier eentje, zit er hier eentje. Ik heb er nog een daar. Zo. Hij heeft 200 AP, moet ik wel voor rekening mee houden. Omdat hij natuurlijk twee mensen heeft gekild. Shit, dat is wel echt even kak. We schoppen net in één keer te binnen van, oh ja, hij heeft twee mensen gekild en heeft hij ook gewoon 200 AP. That's a thing. Oh, mooie bot. Oh, daar dus. Onze held op sokken. Kom hier dan. Thank you. Oké. Okay. Play the nerd. Dan gebruiken we de pistol wel even als AR momenteel. En hier is verder geen kist, denk ik. Of hij heeft hem al geopend, deze guy. Nee, geen kist. Nou, gaan we door. Even zien. Want ik zie daar ook nog gevechten plaatsvinden. Daar in dat stukje bos. Laat ik maar gewoon die kant op gaan dan. Hello, boys and girls. Oh, ik hoor ze wel. Kijk daar. Daar. Daar dus. Hoe ben jij nog steeds niet dood, ouwe? What the fuck? Thank you. Ik was best wel scheef met mijn shotgun. Maar ik heb hem wel. Oké. Vraag de AR. Die weg. Die mee. Die mee. Die. Yes, thank you. Oké. Okay. Komt er nog één aan? Waar loopt hij beneden? Daar loopt hij nu. Ik hoor hem. Hij zit hier ergens binnen. Ah, hij rift hem. Hij rift hem. Nee! Ik wil ook zijn rift. Ik wil ook zijn rift. Waar is die? Waar is die? Waar is die? Yes! Oh, net op tijd. Kijk, want wij gaan gewoon lekker rood eten. Laat hem maar lekker stinken met zijn rift. Dan wil ik eigenlijk ergens anders heen. En andere mensen killen. Zodat we daar gewoon even helemaal weer weg zijn, weet je wel. Helemaal weggerotate. Dat is soms best wel handig om te doen. Kijk, ik zie daar iemand staan. Oké, hier zitten we echt midden in alle gevechten als we hier gaan landen. Dat is fijn. Komt er weer aanvliegen met zijn bonnetjes. Oké, jongens. We zitten nu wel midden in alle hectiek. Nog steeds onder mij. Kan die even sniper bullet vandaan? I don't even know. Hij gaat naar beneden, of niet? Hij is naar beneden. Oh, daar zit hij, daar zit hij.
Even sniper ergens. Hier zit nog ergens een heavy sniper. Nee joh, wat een spannend potje was dit, hé. Oh man, we gaan gewoon gelijk door naar potje nummer 2. Want dit was echt episch. En dit voorspelt veel goed voor de rest van de video. Let's go. Poging 2 jongens, en we gaan hier landen in Fatal Fields. En links van mij zie ik al iemand. Ik zie daar nog verder links zie ik nog iemand. Achter mij hoor ik gliders openklappen. Dus er gaan best wel wat mensen heen. En dat wordt dus een feestje hier zo. Oké, hij gaat naar het huis met de kelder. En daar gaat hij eerder zijn. Dus laat hem daar maar lekker looten. Dan ga ik hierheen. Zo, dan beginnen wij met... Oh, perfect, perfect. Hiermee gaan we gewoon killen. We gaan gewoon gelijk naar hem toe. Nou trouwens, hier is nog een kist. Zou zonde zijn als we die niet even meepakken. Oké, joep. Oh my days, wow. This is sick. Die chuk bewaar ik. Onder ook even checken. Ja, zit ook een kistje. Oké, jongens, deze loot is lekker. Ik wil alleen nog even die shotgun pakken. Ik weet dat daar namelijk een... Oh, die heeft hij nu, of niet? Ja, zie je, hij zit hier. Is dat wel? Hey, boy. Ik dacht al dat ik iets zag bewegen hier, maar dat was hij dus. Oh, die heb ik nu niet meer nodig, omdat ik natuurlijk een kill heb gemaakt. Ik moet nog steeds aan wennen. Shotgun wil ik hebben. En die sniper eigenlijk ook wel, dus dan doe ik het zo. Ja, dit is het. Oh. Thank you. Oké. Dat was die gast die ik op het hoekhuis zag landen. Zijn we dan nu zo'n beetje compleet? Nee, want daar is nog iemand. Oké. Maar weinig aan het schilderen, niet normaal. Maar daar hebben we gelukkig de chuk voor. Dus die gaan we eventjes innemen, dan pakken we de SMG. En dit is dus wel lekker dat ik die chuk had bewaard. Want nu komt die heel goed uit. En dan hebben we gelijk weer 200 AP. En dan kunnen we verder. Ik moet zeggen, hij outbuilde me echt super goed. En als ik niet zoveel shield had, had hij mij gekild. Dus hoe dan ook, GG's naar deze guy. Maar ja, dat is dus ook gewoon ruk voor hem in dit geval, weet je wel. Dat ik dan zoveel shield heb. Dat is heel kut voor hem. Alleen, dat heb ik andersom ook zo vaak. Dat ik dan een fight met iemand aanga. Dat ik veel meer damage doe. Maar ja, puur omdat die gast al shield heeft. En ik niet. Dan ga je gewoon dood. Dat is gewoon heel naar. Maar ja, it happens sometimes. Had hij trouwens een AR? Heb ik helemaal niet op gelet. Is daar sowieso een pump liggen? Of niet? Ja, hier ligt gewoon een pump. Kijk eens aan. Maar een AR had hij dus niet. Oké. Nu hebben we in ieder geval iedereen gekillt hier. Lijkt mij. Dus dan ga ik door naar de hamburger. En dan hoop ik op een riftje. Zodat we weer helemaal kunnen rotaten naar de andere kant van de map. En dan hebben we op zich best wel een prima start zo. 3 kills. En dat was ook letterlijk iedereen die hier naartoe is gegaan naar Fatal Fields. Dus wat dat betreft een 10 out of 10 score. Nou, blijkbaar moet je 3 keer hakken tegen die planten aan. Dat wist ik niet eens. Oké. Never mind, we hoeven geen hout meer. We hebben al maximum aantal wood. Ja, laten we... Ja, kijk. Daar is de rift. Heel chill. Netjes. Daar vliegt iemand. Waar ga jij heen vandaag? Oeh, it would be something. Zou ik erheen gaan met de kabelbaan? Wat was dat? Oh, hier ligt aan zijn groot shield. Oh, ik twijfel man, want zo'n kabelbaan tour is heel gevaarlijk. Ik denk dat ik dat beter gewoon met de rift erheen kan vliegen. That's more safe. Oh, daar heeft iemand een turret geplaatst daar. Wow, big thing is happening. Hier is nog een kist. Hartstikke idee. Oké, dan gaan we nu dus de rift pakken.
Hoppa. Kom maar op. Wat gebeurt hier allemaal? Wat is dat? What the hell is that? Een airdrop zonder ballon? Sinds wanneer is dat? Waarschijnlijk al heel lang en loop ik alweer achter. Excuus daarvoor. Hey buddy. That's a good hit. Got you. Oké. Okay. Hebben. Chuck Chuck gaan we gewoon innemen. Voor die 60 shield vind ik het wel worth. Dat is zeker wel worth it. Ik had eigenlijk moeten bouwen, dat ik geen damage gekregen, maar ja. Boeien. We hebben de moed dan ook. En ik ga die AK pakken natuurlijk. Oké, doen we het zo. En dan pak ik die. En dan de air erop openmaken. Oké. Okay. Oeh. P90, hello. En heb ik dan hier nog iets van nodig? Psst, niet echt, hè? Nou, trouwens, die blauwe infantry rifle vind ik wel netjes. Let's take that. En dan zit ik hier nog even te kijken. Glider items. Ja. Yeah. Hmm. Ik denk dat ik een keertje ga overslaan voor deze keer. Hey, hallo. Pof. 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 Oh! 204 meter, hè? Schieten we hem gewoon even one shot af. Met infantry rifle. Boy, yo, hè? Dat is wel even lachen. Ik ga hem trouwens wel gewoon peren. Nou, ja, trouwens. Zou ik hem echt looten? Wat kan hij nou hebben wat beter is dan wat ik momenteel heb? Zeker omdat hij one shot was. Hij was low as fuck. Never mind. Hij heeft gewoon een paarse AK. Dankjewel. Oh, ja. Aha, hij probeerde me in te piramiden. Maar nee, buddy. Oké, okay, dit is wel iemand die weet hoe hij moet spelen. Jesus! What a fight! Oh mijn god, dit is misschien wel een van mijn beste build fights ooit. Tenminste, goed was ik niet in de zin van hoe ik aan het bouwen was. Hij had me gewoon geoutbuild. Hij was beter. Maar uiteindelijk had ik best wel een goede comeback in deze build fight. En dat maakt het episch. Holy shit, gek. Oh. Oh my fucking days, man. Dat was echt zo lijp. Niet normaal. Echt bizar. Woo! God fucking damn it. We got him. Oké, okay, en nu wil ik jouw resource natuurlijk heel graag hebben. Dankjewel. Is er nog eentje, jongens? We are not done yet. Oh, daar zit hij. We are going strong. We are going really strong. Jeez, oh. Wordt me niet makkelijk gemaakt, jongens, vandaag. Dat is één ding dat ik zeker weet. Het wordt me zeker niet makkelijk gemaakt, zelfs. Echt niet normaal. Maar het gaat goed. Het gaat goed.
7 kills inmiddels. Alles is reloaded, right? Nog één keer even checken. Ja, alles is reloaded. 7 kills, 10 alive nog, jongens. Wat een potje is dit. Wat een ongelooflijk ziek, lekker, heerlijk fucking potje is dit. Echt heerlijk gewoon. Ik kan er niks anders over zeggen. Nog 9 alive. Dus we kunnen er nog 8 killen. Wat heb ik allemaal? Ik heb 1 trap en 1 turret. That's it. Oké. Okay. Dat is altijd goed om te weten, jongens. Wat heb je bij je? Zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Tijdens dat je aan het beelden bent of whatever the fuck je aan het doen bent. Oké, okay, jongens. Echt, wat was dit weer een goed gevecht met die gast. Heerlijk. Ik begreep alleen niet, ik had toch met die AK raakte ik hem. Maar vervolgens ging er helemaal geen... had hij die boost nog steeds, zeg maar. Boom! Uit de lucht, jongen. Lekker. Oké. Okay. We zijn nu echt on fire, jongens. We zijn nu echt on fire. We raken gewoon al onze shots. Er komt alleen... De cirkel komt er alleen wel aan. Dus dit wordt wel even kakkie. Wat dat betreft. Oké, okay, we gaan dan toch nu de hunting rifle meenemen. In plaats van de infantry rifle. En dan gaan we er weer vandoor. 8 alive en 8 kills. Coincidence? I think not. Kom maar hier met die gijzer. Met die gijzer. Altijd lekker om even in de gijzer te springen. Even opfrissen. Nou, ik denk dat als je in het echt zo'n ding tegenkomt... Dat je maar beter niet erin kan springen. Want het is echt loeiheet water. Volgens mij, wat eruit komt, toch? Ja, dat zijn gijzers. Daar komt echt loeiheet water uit. Thank you. Daar is er nog eentje. We springen gewoon even gijzer naar gijzer. Om lekker diep in de cirkel te zitten. En zo, dus daar gaan we weer. Jeet! En daar nog zo'n prachtige gijzer. Zit iemand boven mij, ik hoor hem. Waarschijnlijk bij de vulkaan of zo. Hij zit in de vulkaan te vliegen, denk ik. Oh, daar hebben we hem. Boom, dat was 1 hit. 2 hits. Helaas. Oké, okay, maar toch lekker dat we hem 2 hits hebben kunnen doen. Dat vindt hij sowieso vervelend, want het gaat gewoon van zijn shield af. Oh, hallo. Hij vindt het zelfs zo vervelend. Hij denkt, Roy, we gaan erom vechten. Kom maar hier. Sure, dude. I'm down. Oh, hell yes, I'm down. There you go, buddy. Nobody will challenge me today. Vandaag gaat het gewoon echt even lekker. Vandaag heb ik mijn dag op Fortnite. Dat is ook wel eens lekker. Oh, er is nog één. Of niet? Yep, er is er nog één. Hij zit verderop daar, oké. Okay. Dus nu eventjes geen gevaar. Voor nu tenminste. Ze komen sowieso deze kant op, hoe niet? 2 launchpads. Dat is even een uitvinding die ik heb. Kijk, daar. Oh, was dat mis? Veel te vroeg mijn glider open. I will fight you, boy. Kom hier. Oh, laser. Dit is het moment dat je hem gewoon even moet peren, jongens. Eruit, wegwezen. Er was iemand boven op de vulkaan en die was mij volledig aan het laseren. Oh, jij gaat met me mee? Jij gaat met me mee op avontuur? Gezellig, kom maar hoor. Kom maar, buddy. Kutzooi. Alle wapens moeten nog reloaden. Hier komen jij. Straight to your face, boy. Oké. Okay. 4 life. Die nog hebben. Oké. Okay. Had hij iets legendaries voor mij? Nee, hè? Nee. Full resource hebben we nu ook. Dit gaat echt de goede kant op, jongens.
Alleen mijn sniper moet ik nog reloaden. Oké. Okay. Wordt weer nagevlogen. Oh, ik heb 7 traps gewoon, hè. Kom maar, kom maar. Jij bent voor mij. Jij bent voor mij. Jij bent voor mij, jij bent voor mij, jij bent voor mij. Yep, jij bent voor mij. Jammer man, wat ik op het laatst probeerde was een trap plaatsen. Ik maakte 1 klein foutje met het bouwen en dat heb ik de laatste tijd wel vaker. Dan gaat het gewoon super goed, echt super goed. Nou, dan maak je 1 zo'n foutje zoals deze gast ook maakt. Was een hele goede speler, maar dan kan je gewoon 1 klein foutje maken. 1 klein foutje en dan word je gewoon kaart op afgestraft. Dan ga je gewoon dood en dat was ook wat er net gebeurde in die build fight. Het ging super goed, 1 klein foutje en je verpest je game. Maar goed, alsnog 10 kills. Ik ben volgens mij 4e geworden. Dus alsnog een mooi resultaat. Voor nu vind ik het mooi geweest. Beste kijkers, bedankt voor het kijken naar deze Fortnite video. Hopelijk vond je het leuk. Zo ja, doe nog even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer. En zie ik jullie morgen om 4:30 weer terug bij een nieuwe Fortnite video. Laters.